Howdy cowboys en alle andere lieve kijkers. Welkom bij de Minecraft. Dit gaat de laatste aflevering zijn van deze fantastische serie. Hey, wat doe jij op het dak? Bij 1500 likes zou ik nog een video maken. Nou, en dat is gelukt, hè? Hey, welke boef heeft op de dislike-knop gedrukt? Jij bent ontslagen. Ik heb lang nagedacht over wat ik zou doen deze aflevering. Hop. Want eigenlijk ben ik een hele tevreden cowboy. Ik heb een gigantisch huis, een goede bank, een grote stal met de snelste paarden van heel Minecraft, een standbeeld van mijn voorouder. Wat zagen mijn voorouders er eigenlijk goed uit? En ook nog een standbeeld van een paard. Oh, en ik heb volgens mij ook wel gewoon mooie winkels in de winkelvallei. Goed moment om te kijken hoeveel diamonds ik heb. Ik ben ook nog eens heel rijk. We hebben een uitstekend werkende iron farm. En hier ook nog een goed werkende creeper farm. Oh, daar gaan ze. Zodat ik heel makkelijk dingen op kan blazen. Een leuk stationnetje met een trein die nergens naartoe gaat. En ik heb hier zelfs nog een cactus farm. Met heel veel cactus. Wat wil een cowboy nog meer? Een hoofdkwartier, lieve mensen. Ik wil een eigen hoofdkwartier. Ik heb dat wel verdiend, denk ik. Druk op de like-knop en let's go. Ik heb boven mijn bank wel een vergaderzaaltje. Deze deur door en deze deur door. Hier de trap op. Maar dit is eigenlijk meer een hoofdkwartier voor James Hond. James Hond, waar is je naam? James Hond. De server is kapot. En wat ligt hier eigenlijk allemaal? Nu ben ik een camera. Arr, niks voor mij. Goed dat hier wc's zijn trouwens. Maar goed, het lijkt me dus wel leuk om nog even een eigen hoofdkwartier te bouwen. Dan trekken we ons daar lekker terug en is het allemaal hartstikke goed. Er is hier op de server al een hoofdkwartier gebouwd. Dit grote duistere gebouw. En er hangt hier een beetje een ongezellige sfeer. Wie is Ronald en waarom is hij dood? Geloof er niks van. Nu ben ik zelf een hele vrolijke en een hele lieve cowboy. Dus ik wil dan ook gewoon een heel vrolijk hoofdkwartier bouwen. Met allemaal vrolijke blokjes. Zoals deze. Boom, dat is één. En voor blokken die hierbij passen wil ik even spieken bij andere basissen. Kunnen we ook meteen doei zeggen. Of nou ja, er is niemand online. Maar dan zijn we in ieder geval nog even langs geweest. Jemig, wat is het druk hier. De saloon doet goede zaken. Was gezellig. GKB. De basis van Patto. Nou ja, wat er van over is. Wat heeft hij met zijn huis gedaan? Ik zie hier ook geen enkel blok dat bij mijn mooie blokje past. De groeten, Patto. De basis van Rick Force. Is dit de deurbel? Heel vet gemaakt. Er staat hier gewoon nog een kerstboom. En dit huis is gewoon bijna af. En de site. Stelen. Nou. Was gezellig. De basis van Harlow Haker. Mijn favoriete basis van het hele continent. Haha, dat is een mooi blok. Dit is een prachtige combinatie. En ook met Harlow was het gezellig. Dit is de basis van de boselfjes. En zij hebben glas in hun boom. Staat er wel leuk bij. Was gezellig. De basis van René en Floor. Huh? Dit staat toch prachtig. Was gezellig. De basis van Walnut. Waarom staat hier nou een random roze blok? Past wel leuk. Gezellig hoor. Dan moeten we geloof ik nog naar één iemand toe. En dat is geloof ik deze kant op ongeveer. Aha, ik zie daar iets verschijnen. De basis van Justin. Oh, en ik zie daar ook wel iets leuks. Ping, pam, poem. Hop. Was gezellig, Justin. Nu heb ik nog 56 papiertjes met was gezellig groeten KB over. Wat zouden we daar toch mee moeten doen? Beam. Boom. Knal. Bots. Poef. Vang. Boing. Nou, dit is toch de gezelligste combinatie aan blokken die je ooit hebt gezien. Abonneer. En ik had bedacht dat ik van deze carved pumpkin wel een jack-o'-lantern kan maken. Hebben we meteen lampen. Hai. Ging gewoon goed. En ik gok dat we er daar zo'n 64 van nodig gaan hebben. Hoeveel ik van de andere blokken nodig heb, weet ik niet precies. Maar dat kunnen we natuurlijk even afkijken. Er staat hier al een prachtig hoofdkwartier. En met mijn laserogen kan ik in één keer zien hoeveel blokken ze hebben gebruikt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 hour later. 326, 327, 328. 1 week later. 1612, 1613. 3205 diorite. 2236 magenta glazed terracotta. 2089 roze concrete. 1742
eens. En dat doen we dan ook maar in magenta. En 1515 en de site. En van de cherry planks gewoon een beetje van wat er overblijft. Nou, dit wordt een leuk verzamelklusje. Ik heb ongeveer 2 shulkerboxen aan diorite nodig. Oh, dat heb ik niet. Hé, hey, ik zie hier allemaal diorite. Boem, bam, ping, boem, pauw. Klik, boem, pats, ping, go. Zo, dan hebben we nu in ieder geval genoeg diorite. Maar heb ik dan eigenlijk wel genoeg andesite? Oh nee, daar gaan we weer. Zou ik zo dan ongeveer genoeg hebben? Yep. Ruim 2000 roze concrete. Dat is ruim 1000 zand en ruim 1000 gravel. Ik heb meer dan genoeg zand. Ik heb niet genoeg gravel. Meer raketten nodig. Zoveel had ik helemaal niet nodig. Dan hebben we alleen nog roze verf nodig. En ik heb hier wel heel veel rode verf. En een beetje roze verf. En witte verf. Meer roze verf. Hup. En hup. En dit is nog lang niet genoeg. Maar ik heb vast nog wel ergens bone meal. 15 en 12 botten. Misschien in mijn supersonische bone meal machine. 15. Misschien bij mijn weed farm. 28. Dit gaat spannend worden. Het ging eindelijk eens een keer goed. Geloof het of niet, maar volgens mij hebben we gewoon genoeg roze verf. Dan moet ik hier alleen nog gewone concrete van maken. En daarvoor moeten we heel even onze pickaxe repareren. Oké, hartstikke goed. Tijd voor een liftmuziekje. ...64 jack-o'-lanterns. Dat is ook weer gelukt. Dan hoeven we nu alleen nog de magenta dingetjes. En een klein beetje hout. En ik heb helaas niet genoeg glas. Maar we kunnen natuurlijk gewoon wat zand smelten. Ik heb hier namelijk gewoon een supersmelter staan. Zo. En als het goed is moet die zo gaan rijden. Aha, daar gaat hij. En dan heb ik nog 35 stacks magenta glazed terracotta nodig. Maar als het goed is... heb ik meer dan genoeg terracotta op voorraad. Ik moet het alleen nog een kleurtje geven. Maar dat zou niet zo lastig moeten zijn. Want van een lilac kan je dus magenta dye maken. En die bloemen kan je gewoon bone mealen. Daar heb je alleen bone meal voor nodig. En dat heb ik net opgemaakt. Howdy cowboys. Een baby zombified piglin met een warped fungus on a stick op een strijder. Hoe bestaat het? Dit zou meer dan genoeg moeten zijn. Terug naar huis. Zo hebben we dat ook weer. En volgens mij hebben we dan zo genoeg. Meer dan genoeg zelfs. Alleen nog even smelten. En daar dan eventjes op wachten. Tot zo. One eternity later. Het is gelukt. We hebben heel veel glas en heel veel magenta glazed terracotta. En dit zijn bij elkaar best veel shulkerboxen. Dit wordt nog best een flink project. En dan moet ik ook nog een beetje hout verzamelen. Nice. Oké, dit zal wel genoeg zijn. We hebben de materialen. We weten ongeveer wat we willen bouwen. Nu dan alleen nog een locatie. De andere hoofdkwartiermensen hebben hun hoofdkwartier op de rand van een berg gebouwd. Gek bergje eigenlijk. Dus ik denk dat we ons hoofdkwartier wel op een berg kunnen bouwen. Dan staat hij ook net wat hoger. Lekker voor ze. Kijk, dit is volgens mij wel een mooie plek. Ik moet alleen wel iets aan het terrein doen, want zo kan ik er geen hoofdkwartier op zetten. Gelukkig heb ik heel veel steen. Dus kunnen we de grond heel makkelijk gelijk maken. Nou, het is allemaal niet perfect. Maar het is plat genoeg, geloof ik. Wie weet heb ik straks nog wel tijd om dit te decoreren. Maar eerst moet ik 12 shulkerboxen aan blokken plaatsen. Wie bedenkt er nou weer zoiets? Oh, wacht eventjes. En wat zeggen we dan, cowboys? Let's go!
Ik moet je heel eerlijk zeggen, dit ziet er beter uit dan ik gedacht had. Maar laat vooral weten wat jij ervan vindt in de reacties. Ja, van de twee hoofdkwartieren op de server heb ik volgens mij de mooiste. En volgens mij ziet het er wel grappig uit zo. Jeetje, wat een knappert. Ik ben ook al begonnen met de inrichting, maar toen bedacht ik me ineens iets. Welkom in het gezelligste hoofdkwartier van de planeet. Klinkt goed, toch? Kijk, ik heb een kleedje neergelegd en nog maar een keer mijn hoofd neergezet. Het kan niet duidelijk genoeg zijn. Overal van die gezellige planten en wat schilderijtjes. En ik heb bordjes opgehangen, zodat je nooit de weg kwijt kan raken. Laten wij eens lekker samen naar boven gaan. Kijk, hier ben ik begonnen met het inrichten van een kantoortje. En hier hebben we ook nog een kantoorplek. En dan kan je hier verder naar boven en dan kom je op het dakterras. En ja, ik weet dat de decoratie nog lang niet klaar is, maar tijdens het bouwen dacht ik dus ineens... Wat is het onhandig van me dat ik een hoofdkwartier bouw terwijl ik wegga? Ik heb daar dan toch helemaal niks aan? Hé, jij daar! Hoe zou het er eigenlijk vanaf hun dakterras uitzien? Werkelijk, werkelijk prachtig. Maar ik heb ook al een oplossing voor mijn probleem. Heel even iemand bellen. Ja, nu mag. Hallo! Hallo? Hallo! Wat is dit dan weer, Sef? Wat goed dat je een bel op hebt gehangen, hé. Hey. Wat goed. Hey, hallo, meneer KB. Hey, ik heb nog even een camera voor je gesloopt. Dank je wel, Sef. Die zat naar mijn achterhoofd te kijken. Ik vond het maar niks. Ik ken hem maar vanaf zijn. Hallo, ik ben hier met heel goed nieuws speciaal voor jou. Vertel. Ik ben benieuwd. Ik heb een cadeautje voor je. Niet waar? Ja. Ik heb, denk ik, een cadeau voor je waar je heel erg blij van gaat worden. En hoezo dat dan? Nou, ik ga weg. Wat? Ja, ik scheid ermee uit. Ik ben er helemaal klaar mee. Okay. Dus, dan heb ik natuurlijk spullen over en plekken en zo. Ja. En dat wil ik heel graag aan jou schenken. Oké. Okay. Heb je vleugels bij je toevallig? Dan kunnen we... Bij, maar kijk, die zit in mijn inventory. Kijk eens. Ah, stukje ideetjes. Ja hoor. En dan gaan we eventjes naar de winkelvallei. Ja, dat is goed. Gaan we daarheen. 3, 2, 1. Daar gaat hij. Waar ben je geland? Hallo, ik ben je kwijt. Hallo. Ik ben bij de kabouter met de kerstmuts op. Ja, ik kom eraan. Ik doe weer even een nieuwe scène instarten. Ja, daar zijn we weer. Hey, daar is die Harlo. Harlo, ik heb speciaal voor jou, echt speciaal voor jou, een hoofdkwartier gebouwd. Niet. Ja, kan je hem al zien in de verte of zijn je brillenglazen kijk, een beetje wazig? Ik mag misschien een bril op hebben, maar die werkt eigenlijk toch niet zo goed. Dus... Oké, we moeten precies hier deze kant op vliegen. Oké, ja, ik kom eraan. Nee, joh. Speciaal voor jou een hoofdkwartier gebouwd. Met jouw hoofd erop. Nou, dat is zodat je aan me denkt als ik weg ben. Waar ben je helemaal naartoe gevlogen, joh? Kom terug! Dit is de ingang ook echt. Oh, wauw. Hallo, ja, kijk, welkom in het gezelligste hoofdkwartier van de planeet. Wauw. Ja, en dan heb ik hier zo'n mooi entreetje voor je gemaakt. Wauw, dat is wel mooi. En bloemetjes neergezet. En hier kan je nog naar boven. Kijk hoeveel ruimte je hebt ook. Wauw. Voor wat je dan ook maar wil. En hier nog een balkonnetje. Kan je goed kijken naar dit kunstwerk? Ja, mooi. Ik heb hier ook nog een lift. Nee, joh. Ja. Dit lekker naar boven dan. Ja, laten we lekker naar boven gaan. Oei. Kijk, en dan kom je hier uit. En ik heb hier maar liefst 2 kantoren voor je gebouwd. Kijk, ik heb hier een beetje een klein kantoortje. Hier. Oh ja, dit is mooi. Oh, gezellig. En aan deze kant heb ik een groot kantoor. Niet. Met een vlaak ei. Nee, die had ik al heel lang ergens bewaard. Dus ik denk, zet hem hier neer speciaal voor jou. Ja, wat fantastisch. Wat mooi ook. Ja, en als je dan... al die pijltjes, die kleesterracotta, wat fantastisch. Nou, dat kan ik wel even uitleggen. Kijk, als we hier naar boven lopen, dan kom je bij het dakterras uit. Natuurlijk heeft dit hoofdkwartier een dakterras. En welke kant moeten we... Als we dan aan deze kant eventjes gluren... Ja. Ja, dan hebben we daar aan de andere kant ook een hoofdkwartier. Ja, dat zie ik dan weer net niet. Oh, dat zijn die wazige brillenglazen van je. Maar goed, die ziet er gewoon een beetje duister uit. Ja. Een beetje donker. Dus ik dacht, ik maak het gezelligste hoofdkwartier van de planeet. En daarom gebruik ik gewoon allemaal vrolijke blokjes. Echt fantastisch gezellig, moet ik zeggen. Nou, en ik heb dit speciaal voor jou gebouwd. Misschien kunnen we hier even naar beneden springen en dan van deze kant nog even bekijken. Dat is wel leuk, denk ik. Oei. Ja.
Zullen we even een nieuwe scène doen, Arlo? Want het gaat straks weer kapot. Even een nieuwe scène, ja. Dat is goed, ja. Ik wou het net zeggen. We zijn op blauw hoofd. Ja. Ja. Ja, volgende scène. Let's go. Nou, kijk. Ik heb op de zijkant heel groot DKB gezet. Ja. En dan denk je natuurlijk, nou, dat staat dan voor de cowboy of zo. Ja, ja. Maar niks is minder waar, want het staat voor de Carlo Baker. Nee. En dat ben jij natuurlijk gewoon. Dat ben ik, ja. Ja. Dus dit kantoor is helemaal voor jou. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Wat fantastisch. Ik ben er helemaal blij mee. Ik ga lekker op mijn kantoor zitten, denk ik, of zo. Hey, Arlo, hey. Ik weet dat dit jouw kantoor is, maar nog één ding. Ja, ja. Vertel. Ik ga natuurlijk nu dan afscheid nemen van alles en iedereen. Ja. Is er nog iets wat je zou willen zeggen tegen mijn kijkers? Wacht, ik zoom even in op je hoofd. Ja, dit is je moment. Ik moet zeggen dat ik alle kijkers heel erg dankbaar ben om te kijken naar de video's van Content Veen hier, van meneer KB vooral. En ik ga zowel meneer KB, maar daarmee dan natuurlijk ook de kijkers heel erg missen. Oh. Ik word emotioneel. Oh jee. Ja, dat staat er wel mooi bij zo. Nou, volgens mij was onze lieve Harlo Haker wel heel blij met zijn hoofdkwartier. Komen we daar toch weer goed vanaf? En dan is het nu toch wel echt tijd om afscheid te nemen van mijn prachtige basis. Waar is mijn paard eigenlijk? Lekker nog even een laatste keer tegen een cactus aangelopen. Ah, daar ben je, amigo. We hebben zo toch een prachtig seizoen gehad, maar nu is het echt tijd om te gaan. Tijd om het Wilde Westen en het cowboyleven achter me te laten. Op weg naar nieuwe avonturen. Laat daarom ook vooral in de reacties weten of je me in een nieuw seizoen zou willen zien. En over avonturen gesproken, kijk deze video voor een andere serie met andere avonturen. En dan nu voor de laatste keer. Adios, amigos.